Van harte welkom bij een nieuwe Unibet Clubhouse. Vandaag met een man in de hoofdrol die reflexen heeft om u tegen te zeggen. Als ik een pet zo op heb of een hoed, ik ga spontaan afnemen. In een sport die ooit werd gespeeld eind 19e eeuw voor het eerst in Engeland. Dat wordt gezegd, je zou denken in China of in Taiwan, maar nee. Er komt een WK aan. Ik heb het natuurlijk over tafeltennis. En ik vond het een beetje raar om dan pingpong te zeggen, want is dat wel respectvol, om het zo te noemen. 15 miljoen inwoners in Chengdu, wereldstad. En wij gaan daar naartoe om toch ons mannetje te staan als Belgen. Welkom bij Unibet Clubhouse. We gaan het er vandaag over hebben. En daar zit hij, de one and only Robin de Vos, ex-top 100 in het tafeltennis. Rodrigo Vissers is opnieuw bij. Goeiedag, Rodrigo. Dag Dave, dag Dave. Tot de win. Ja. Kijk er naar uit om het over pingpong te hebben. Ja. Wat ziet hij er lente fris uit, want weet jij hoeveel die man vannacht heeft geslapen, Robinho? Doe eens een gok. Sportmannen, dus dat is 10 uur slapen. Ik schat een uur of 3. Ja, correct. 3 uur, ja. Hij ziet er wel fris uit, hè? Ja. Ja, absoluut, absoluut. Want speelt in Duitsland, speelde niet tegen de Oostenrijkse grens, denk ik. Ja, inderdaad. Dat, je zou kunnen denken dat komt omdat ze daar verder staan, dat er bij ons het niveau misschien iets minder is. Is dat de verklaring? Waarom dat ik in Duitsland speel? Ja. Het is, ik denk de eerste liga in België is redelijk sterk, maar in Duitsland is het natuurlijk nog veel sterker. Ja. Is dat dan zoals in het voetbal, zo Bundesliga en tweede klasse? Ja, inderdaad. Dus eerste Bundesliga in Duitsland, tweede Bundesliga en je hebt dan ook derde Bundesliga in Duitsland. En momenteel spelen we tweede Bundesliga. Hebben jullie goede ultras met Bengaalsvuur voor indoor? Het valt mee, ja. Het valt mee. In onze club valt het goed mee. Is het echt? Ja. Het zijn wel oudere mensen, maar ze zijn wel daarom niet minder hevig. Fanatiek. En is dat dan de ganstol met biervesten en bruidworst? Ja, niet zo overdreven, maar wel redelijk fanatiek. Er wordt niet gebatterd. Nee. Dat is niet van de afloop. Nee. Ik voel dat we een busreis moeten inlassen. We gaan eens naar de tweede Bundesliga. Welke club is dat dan? Hoe heet de club? Wij spelen in Jülich. Jülich? Jülich. Dat is niet zover. Nee. Dat is van hieruit zal het ook ongeveer een anderhalf uur zijn, denk ik. Ja. Dus waarvan de laatste 5 minuten van de tocht op de autobaan. Ja, inderdaad. Ja. Daar gelden andere regels. Maar dan moet je ook op verplaatsing soms. Ja, zoals gisteren. Gisteren speelden we in Passau. En dat is dan tegen de Oostenrijkse grens. Ja. En dan is dat met bus of ieders met auto? Nee, dan is het meestal met de minibus van de club eigenlijk. Waarmee dat we dan eigenlijk heel traject doen. Stroheum en schnitzel in de frigobox onderweg? Nee. Anton Aus Tirol. We zullen wel even stoppen om gezonde sport. om te eten. Zeg, we hebben 1000, we hebben eigenlijk 3 miljoen vragen voor jou, Robin. Fantastisch dat je bij ons bent. We gaan toch beginnen met een paar dilemma's. Dan is het eigenlijk ja of nee, of een kort antwoord. Okay. En we gaan gewoon zien waar we komen. Goed, jullie mogen allebei antwoorden. We zijn verwend geweest met de broers Seven natuurlijk. Mogen wij nog dromen van een sterke nieuwe generatie die dat niveau kan aantikken? Ja. Wat denk jij? Ik ken echt niks wat dat er is. Ja. Oké. Ik stel voor dat jij gewoon elk antwoord volgt. Ja, ik heb eigenlijk gewoon vragen voor hem. Dus. Voilà. Ja. Chinezen krijgen tafel, dat is met een paplepel eigenlijk een beetje binnen. Hè. Trainen misschien minstens dubbel zoveel als ons Belgen. Is dat waar? Ja. Toch wel. Gelden andere, ik snap ik wel, ja. Denk jij ook? Ja, absoluut. Dave. Absoluut. Ja. De Zweed Truls Meuregaard is 20 jaar jong. Is hij de enige Europese contender, zeg maar, die Chinezen een pad in de korf zou kunnen zetten? Nee. Nee, Truls, er zijn er anderen ook. Wat wil dat zeggen? Er zijn er anderen? Of hoe genaamd komen die Europeanen niet in de buurt? Er zijn er nog anderen. Ja. 2K, Chengdu, wat kunnen wij daar gaan doen? Als Belgenland eigenlijk, denk ik dat we zo, ik denk als we een top 8 plaats kunnen hebben, zou het heel goed zijn. Zou het echt wel een heel geslaagd 2K zijn. Wat is ons niveau nu? Nu ongeveer zal ik zeggen tussen de 16 à 32. Eigenlijk. Dus voor mij, als we bij de beste
ja, als we bij de top 8 kunnen komen is... Nee, top 16 eigenlijk, ja. 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 Bij de top 16 zou echt wel sterk zijn. Ja, hoe ziet zo'n WK er eigenlijk uit in de zin van landen? Dus er is nu een delegatie vertrokken naar daar en is dat dan enkel wedstrijden en ook dubbel wedstrijden en dan worden dan punten opgeteld? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Ja, een teamwedstrijd is eigenlijk drie spelers van één land tegen drie spelers van het andere land. Die spelen onderling dan tegen elkaar. Zonder dubbelspel, gewoon enkelspel. En de eerste, ja, het eerste land dat eigenlijk drie wedstrijden wint, wint de teamwedstrijd ook. Wie zijn buiten China natuurlijk, wie zijn de andere landen om echt in de gaten te houden? De medailles, denk eens even na. Zo, ja, ik denk China sowieso. Dan denk ik ook Japan als ook Korea natuurlijk. Oh, ik had wel gehoopt dat er dan toch eens een ander land zou zijn dan daar. Ik had eigenlijk mijn hoop ook gezet, toch zeker voor een medaille, op eigenlijk een beetje Duitsland. Maar zij gaan niet met hun sterkste ploeg. Waarom niet? Ik denk omwille van de coronaregels. Ah, die zijn extreem strikt daar? Ze zijn ja, redelijk strikt nog in China natuurlijk. Overal nog masker en alles? Ja, ook quarantaine nog. Toch niet tijdens de wedstrijden? Nee. Als ook elke dag natuurlijk testen. En eenmaal positief getest, ja, dan zit je natuurlijk vast voor enkele weken. Nee, ja, interessant. Interessant. En komt er dan heel veel volk naar kijken, ook naar zo'n WK daar in de hal? Of is dat eigenlijk... Ik denk in China is dat wel groot. Ja. Ja, dan, ja. Hoe was de grootorde van... bijvoorbeeld in Duitsland tegen de Oostenrijkse grens, hoeveel mensen waren er? Daar zullen ongeveer 250 mensen geweest zijn. Ja. En op 2K? 2K in China kan dat wel in de duizenden oplopen. Is er dan goed in beeld gebracht met schermen dat je het effectief gelijk bij darts, dat je het ook wel kan volgen? Want zo'n balletje, ja, groot is het niet. Nee, inderdaad. Meestal is er wel inderdaad een grote... Ja, centraal, zoals bij de basket en zo. Ja. Dingen waar het op uitgezonden kan worden ook. Maar eigenlijk, ja, het valt nog wel mee. Zo. Als je het ziet van ver, kun je nog wel redelijk goed volgen. Ja, ja. Nog één ding over het WK, niet onbelangrijk. Hè, enerzijds heb je ons niveau op de ranking waar we ongeveer staan. Tegen welk landenteam maken wij dan nog kans? Bijvoorbeeld... Ik wil maar zeggen, kan je als 16e of 15e, is het mogelijk dat je van een top 4 land wint? Of is dat ondenkbaar? Ik denk dat is niet ondenkbaar, zeker niet. Maar dan moet alles natuurlijk wel kloppen op die dag ook en bij iedereen. Was het verschil, de foutenmarge? Of? Een beetje de foutenmarge, ook de kwaliteit van de bal. Ballen komen harder, sneller, betere plaatsing en zo. Ik denk ook gewoon dat het vertrouwen is natuurlijk ook heel, heel belangrijk in taftennis. En ik denk ook als Belgen, als we niet te veel respect tonen aan de tegenstander, dat we wel kunnen vechten met de meeste landen. Ja, ik veronderstel dat jullie ook een coach hebben. Hoe bepaalde een soort van tactiek is er zo? Van kijk, die ploeg speelt zo? Of wat zijn zo de tactische keuzes dat gemaakt kunnen worden? Ja, tijdens de wedstrijd zelf is het vooral speler tegen speler. Dus dan weet je ook, die speler bijvoorbeeld heeft een heel goede voorhand. Allee, om het simpel te houden, heel goede voorhand. Speel niet te veel of te gemakkelijke bal naar zijn voorhand. Hè. Speel meer naar de backhand. En ik denk in de teamopstelling dan, want je kunt de posities natuurlijk kiezen. Ja, dan bekijk je natuurlijk met de spelers van wie speelt er beter tegen die speler. Hoe gaan we... Je weet natuurlijk ook niet wat de ploegopstelling gaat zijn van de andere ploeg, maar je kunt het misschien wel een beetje raden. Ja. Jij was top 100. Was het hoogste van de ranking van een ander die jij ooit geklopt hebt? Nummer 10. Nummer 10? Ja. Dat is wel straf, hè? Straf. Dat zegt ook wel dat eigenlijk heel veel mogelijk is op zo'n WK. Duitsland, Europees dan niet het beste team. Dat mee is, wie dan wel, de andere Europese
Zweden dan? Of? Zweden is heel sterk, inderdaad. Duitsland is nog altijd sterk, natuurlijk. Ja. Maar om echt bijvoorbeeld China te kloppen of zo, ja, denk ik niet dat het nu sterk genoeg is. Je hebt Zweden nog, je hebt Frankrijk ook, met twee heel getalenteerde spelers. Mbappé van het tafeltennis. Ja, en zijn broer natuurlijk. En zijn broer, inderdaad. De Laurens. Topgast. De man die niet zomaar telefoon krijgt van Joske van Om den Hoek. Van wie kreeg de koning hemzelf. Filippo. Dat vind ik het geniaalste beeld van de Paralympische Spelen. De Laurens die twee minuten na zijn gouden medaille ineens de telefoon rinkelt. Hallo, Sire. En heel ongemakkelijk aan het schuiven. Ja, wat zeg je tegen de koning op zo'n moment? Ik zou het niet weten. Ja. Voor mij zou het een heel nieuwe ervaring zijn. Ik denk, voor hem ook. Hij zegt dat ook tegen mij. Ja, hoe moet je die dan aanspreken? Ja. Of wat moet je daarop tegen zeggen? Ja, het is Syrië. Nogal weer, hè? En ja, het is, ja, je kunt dat proberen, hè, maar denk lachen jullie dat, er nog wel eens mee? Ja. Zeker met hoe dat hij afscheid heeft genomen aan de telefoon. Ciao, ciao. Yo, Philip. Is trouwens ook een Chinese hondensoort, hè? Ja. Hey, er is weer een link, hè. Heb jij al een telefoon gekregen van de koning ooit? Nog nooit. Dan moeten we toch, er zou eigenlijk toch eens verandering moeten komen. Hè? Ik vind voor onze staat van de dienst... Van de koning van het Lierse supportersgeld wel. Dat ben jij. Ja, absoluut. De Laurens. Moet u even uitleggen. Die heeft goud. Paralympische Spelen is ook... mag ik dat zeggen bij de valide? Of hoe zeg je dat correct? Een goede term? Bij de valide sporters? Ja. Dat mag ik zeggen? Ja. Dat doet hij natuurlijk ook fantastisch. Ja. Hoe kan dat? Voor iemand die hem niet kent, hoe leg je dat uit? Ja, ik denk dat dat vooral wilskracht is ook. Ja. Hij is geboren met hemiplegie. Wat is dat? Hemiplegie is eigenlijk een gedeeltelijke verlamming. Hij heeft dat langs heel zijn rechterkant eigenlijk, dus zijn rechterbeen, rechterarm. Ja. Eigenlijk is hij gedeeltelijk verlamd. En van jongs af aan ook waren de dokters ook die hem zeiden van kijk Laurens, je gaat nooit eigenlijk kunnen fietsen op fiets met twee wielen. Je gaat altijd zijwieltjes nodig hebben. En van jongs af aan ook zag je dat hij, die kwam thuis van die dokter. Die zegt, ja Robin, kom, we gaan fietsen. En met twee wielen, zonder zijwieltjes. Allee. En 10, 15, 20 keer vallen op één dag. En niet willen opgeven, maar op het einde van de dag dan... nam hij zijn fiets en kon hij fietsen op twee wielen. Ja, en ik denk dat dat ook vooral nu het geval is. Ik denk, hij moet veel harder werken dan de meeste mensen, de valide spelers eigenlijk. Want voor hem is het dubbel zo zwaar om zich te verplaatsen en te doen. Maar hij doet het en hij doet gewoon ook met ons mee. Er is niet dat hij een voorkeursbehandeling heeft tijdens training of dat hij andere oefeningen doet tijdens de aftennistraining. Totaal niet. Ja. Hij kan eigenlijk alles gewoon meedoen, maar voor hem is het natuurlijk veel zwaarder dan voor ons. En hoe rolde zo in het tafeltennis? Hoe besliste op een dag van, ik ga tafeltennissen? Ja, dat is heel toevallig gekomen eigenlijk. Ik was eerst aan het badmintonnen. Ook leuk. Ja, ik was heel jong natuurlijk, omdat mijn oudere broer dat deed. En dan, die zag het niet meer zitten, de badmintonnen. Die zegt, kom, zoek een andere sport. En dan toevallig bij tafeltennis eigenlijk terechtgekomen. Ongelooflijk, hè? Altijd leuk, hè? Ja, absoluut. Zeg maar, was het dan bij Laurens, was die van oorsprong misschien voorbestemd om rechtshandig te zijn? Moest dan alles met links doen? Of is dat een issue? Of? Ja, ik denk niet dat dat voorbestemd. Ik bedoel, dat is vanaf de geboorte, dus eigenlijk maar die deed alles. Kon hij met links goed overweg met alles? Ja, hij speelt links, hè? Ja, het is erom. Ja, met links wel. Maar ja, je zag snap natuurlijk... je de vraag van, dat je het zou kunnen zijn dat je geboren wordt... biologisch, dat je eigenlijk het rechtshandig zou zijn, maar door zijn... ik denk niet dat... Nee, dat is nooit een issue geweest. Nee. Ik denk ook gewoon, als je niet alles kunt doen met rechts, wordt het ook automatisch. Als je van jongens van alles met links doet... Ja dat ontwikkelt zichzelf perfect. Ja, ik denk dat wel, ja. Ik vind dat wel een straf verhaal, hè. Ja, ongelooflijk. En ook vooral, er krapt uren training ook, veronderstel ik. Zeker. Zeker. Want kun je daarvan leven? Sorry dat ik dat zo cru vraag. Vanaf een bepaald niveau natuurlijk wel. Ja. Je wordt er niet rijk van. Dus witte producten kopen wel dan, hè? Ja, inderdaad. Ja, overleven. Ja. Sponsoring een beetje erbij. Ja. En voilà. Zeker niet. En de naft. Ja. Nee, dat is... op het moment zelf kun je daar wel van leven. Het is niet dat je... als je echt naar een
heel hoog niveau gaat, dan zul je waarschijnlijk, dat kun je wel opzij zetten. Hè, maar normaal gezien, de meeste spelers kunnen er wel van leven, ja, maar niet te zot. Maar jullie in tweede klasse, jullie winnen een wedstrijd en dan zijn er premies gelijk in het voetbal aan gekoppeld? Dat hangt af van je contract natuurlijk, wat jij overeen bent gekomen met de club. Als dat in je contract staat, veel hebben een vast bedrag met dan een kleine premie. Sommigen hebben een klein vast bedrag met dan een grote premie als ze winnen. Dus het hangt er een beetje vanaf, ja, hoe dat je hebt onderhandeld met de club en wat dat zij willen geven natuurlijk. En was het voor u gisteren de moeite om naar Duitsland te rijden? Of? Ik heb maar een kleine premie eigenlijk. Oké. Dat is wind mee. Scheelt wel. Zeg, ja, of materiaalkeuze en dat soort dingen. Van, je weet, als je iedereen speelt wel eens tafeltennis of pingpong, recreatief, zoals dat misschien vaker genoemd wordt. Als je het buiten doet, op vakantie, whatever, dan heb je van die heel goedkope houten plankjes, tok, dan heb je met meer demping, dikkere rubber, zeg maar, ja, waar de bal een beetje meer ingaat. Het professionele, hoe ver is dat verwijderd van die recreatieve paletjes? Dat is dag en nacht. Vertel eens. Dat is, ik denk, met de recreatieve paletjes, of de paletjes die dat je eigenlijk koopt om inderdaad wat buiten op vakantie of thuis wat te spelen is, ja, dat kun je eigenlijk niet vergelijken. Dat is, daar zit geen grip op, daar zit geen vering op eigenlijk. Het is eigenlijk, je moet het echt voelen eigenlijk om te zien van, okay. Maar die semi-goeie ken je ook wel, hè? Die wel al laag hadden en die toch een bepaalde dikte hadden en een gladde kant en een ruwere kant, dat voelt al wel heel professional. Is het dan wellicht nog niet? Nee, is het bij jullie hard of zacht? Meestal hard, ja. Toch wel? Ja. Want zo'n bal weegt, kan... Ja, inderdaad. Ja, het gevoel van het gewicht van een echt pure defensieve actie te moeten doen op een hele stevige smash, zeg maar? Ja, ik denk dat wel... Ja. Dat voelt als 10 kilo. Ja, voilà. Maar een goede palet, dat moet toch wel naar 100 euro gaan? Meer. Ik denk, je kunt gemakkelijk een houtje vinden, zonder de rubbers eigenlijk. Ja. Voor 350 euro zijn er al meerdere houtjes die dat je zo... Is dat een bepaald type hout? Een bepaald type hout en dan ook een bepaald type carbon eigenlijk, dat er dan ook in je werk zit. En hebben die Chinezen, ander spul dan wij hebben? Hebben die toegang tot de heilige graal? Automatische arm. Autopilot. Hebben die een motorken in de pols? Ja en nee eigenlijk. Ah, okay. Dus, ja, het is wel zo, zij spelen met Chinese rubbers eigenlijk. En Chinese rubbers, dat zijn eigenlijk rubbers die heel hard plakken. Als ze bijvoorbeeld een bal, je legt die op tafel en ze doen met een palet zo, ze nemen die echt gewoon zo, die bal blijft gewoon plakken aan hun palet. Ja. Allee. Ja, en wij kunnen die rubbers ook kopen, maar niet aan dezelfde kwaliteit eigenlijk dat zij die krijgen. Of dat de nationale ploeg bijvoorbeeld krijgt, ja, daar kunnen wij niet aan. Dat wordt geboycott. Een beetje valspelerij. Er was één Europeaan, die heeft daar één toernooi mee gespeeld. En de Chinees is gekomen naar hem. Hij heeft zijn palet gevraagd van de Europeaan. Hij zegt, hoe komt jij daaraan? Dit. En die Europeaan heeft daarna nooit meer die rubbers gekregen. Dus het gat in de markt zit om hier Chinese rubber te importeren? Dat is heel, ook heel specifiek gemaakt eigenlijk echt voor de nationale ploeg. Bijvoorbeeld, want de nationale ploeg van China krijgt dan betere kwaliteit van de rubbers dan de regionale ploeg van China of de provinciale ploeg van China. Leon. Er zit ook altijd wel een verschil. Een rubbergate. Ja, ik begin hier ook al aan andere takken van de vrije tijdsbesteding te denken waar je rubber bij kan gebruiken. zover zullen we niet gaan. Nee, maar dus je kunt effectief vals spelen dus in pingpong. Vals spelen. Hoe speel je vals? Kom, handleiding. Ik denk, niet dat we dat willen promoten, maar we willen het wel weten. Het is een beetje, het is onsportiviteit natuurlijk. Hè. Soms, het hangt heel veel af van de scheidsrechter. Die moet zien natuurlijk met blote oog. En het gaat natuurlijk heel snel. Net of geen net, bijvoorbeeld. Net of geen net, maar heel vaak wat er gebeurt eigenlijk is op de hoek van tafel. Mm. Als je bijvoorbeeld speelt en je speelt op het einde van tafel en hier de hoek, misschien weet je alle twee dat het wel geraakt heeft. Als een scheidsrechter zegt het heeft niet geraakt of hij heeft dat niet gezien. En als jij zegt van dan heb ik het ook niet gezien, dan
Maar als er Duitse ballen... Ketst daar dan niet duidelijk weg of zo? Of zijn er ook van die ballen Nee, dat is heel licht soms. Ja. Ah, ja. Dat is echt... je kunt dat een beetje horen. Zeg jij het altijd? Ik altijd. Ja. Je zegt het. Eerlijk. En dan staan er 200 Duitsers met een halve pint. Scheiße, bitte! Ja, ja, nee. Wij zijn vanaf nu fan van het legioen van de Robinho. Ik vind dat, ja. Maar ik wil echt eens, ik kan echt eens kijken. Of, mag ik eens meerijden zoiets naar een match? Ja, zeker. Moeten wel de naast en de naf betalen. Ja, voilà. Nee, absoluut. Nee, maar sympathie. Dan tripje Duitsland. Laat hem dan de schnitzel betalen. Wie is het Bayern München van tafeltennis? Ja, ik denk... In Duitsland, je hebt Düsseldorf, is heel sterk. Je hebt ook Saarbrücken, die daar heel sterk zijn. En Ochsenhausen ook. Ik denk nu, momenteel, dit seizoen, is het Neu-Ulm. Is dat dan ook met transfers? Ja, dat ze u komen scouten en zeggen van, kijk, ik pak u mee naar Düsseldorf? Ja, het is niet zo echt scouten. De meeste kennen die spelers natuurlijk wel die dat ze nemen. Bijvoorbeeld nu die Neu-Ulm, ze hebben eigenlijk heel veel topspelers. Duitsland van Ovtcharov en dan Truls ook genomen en zo. Dus zij hebben ook voor dit seizoen echt willen ze denk ik wel alles geven en proberen kampioen te spelen. Zeg heel kort bij ons, is dat Charleroi nog altijd van vroeger? De Seven connection daar, de club? Nee. Ik denk nu momenteel zijn er, het is een beetje verdeeld, maar er zijn denk ik twee clubs die er een beetje bovenuit steken. En dat is Sokka in Antwerpen en Diest. Ja. Voor het WK, dat moeten we nog snel even weten, voor we een quizje doen. Onze, wie zijn de drie beste in ons land eigenlijk? De drie beste op dit moment. Cédric, hoe heet die met achternaam? Cédric Nuitink. Ja. Lambier, Florent en Allegro Martin. Ik mis een Vos erbij. Ja, hij staat nu nog eigenlijk... Qua niveau is hij eigenlijk... Ja, op gelijke hoogte eigenlijk, maar op wereldranking staat er nog iets eronder. Ja. Ja, goed. Quizje tussendoor, mannen. Ik zou zeggen, ik heb geprobeerd dat je toch ook kans maakt. Maar misschien dat hij mij zo soms iets moet influisteren en dan kan ik toch eens iets juist zeggen. Wie weet. Jean-Michel Seyven, 2 jaar lang, dat weten we allemaal, eerste op de internationale ranking gestaan. Weten jullie nog de jaartallen waarin dat was? Wanneer was dat? 94. Tot 96 dan. Denk jij vroeger, later, hoger of lager? Ik denk 97. Nee, hij had het helemaal juist. Hè. Ken je ook zijn Chinese bijnaam? Pin en Pong. Ik heb het geweten, ja. Dus drie letters, twee letters, streepje tussen. Het tweede is Fu. Sai Fu, ja. Wat zou dat betekenen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb dat opgezocht. Weet je wat dat betekent? Hè? Rare Belg die op hoogst ongebruikelijke wijze Chinese rubber heeft bemacht. Goed. 2. Laurens, die pakte 5 keer goud. Ja, eigenlijk 3 keer, maar goed. En mannen individueel klasse 9 en mannen team klasse 9, als we dat dan even samentellen. 2 keer per jaargang. In 15, in 17 en in 19. Weet je nog de landen waarin hij dat deed? 15, 17, 19. Ah, u spreekt over de... De gouden medailles. De medailles van WK. Ja. Dat is een heel goede vraag. De landen. Goh. Dat is een doordenker, hè? Ja. Van waar stuurde hij toen die sms? Ja, hij zit in zoveel landen en zoveel toernooien dat ik het eigenlijk niet weet. Doe ze gokje. Echt, het zijn goede landen op pingpongvlak. Tafeltennis. Taiwan. Nee. Europa. Duitsland. Eentje. Duitsland. Frankrijk? Nee. Zweden. Slovenië, voilà. Toch goed. De laatste, de afmetingen van de tafel. Ik ben eens benieuwd of jij dat echt weet. Ongeveer. Wacht, we beginnen de lengte. Hoe lang is een tafel? Volledig, of enkel uw vlak. Ja, als je een tafel koopt, zou ik wel aanraden om een volledige te kopen. De lengte. Of je kunt ook zo'n kleintje kopen. Een dikke. Ja. Een meter... Meter 60. Meter 60? Nee. Een volledige tafel. De lengte. Ik denk 2 meter 20 ongeveer. 2 meter 74. Oh. 74? Ja, de breedte. Hoe breed is zoiets? meter 50. Meter 70. 1 meter 52,5.
Ongelooflijk. Het tafelblad. Hoeveel centimeter boven de vloer is het blad? Hoogte. Ik zou zeggen... meters 20? Nee, dat is te weinig. Nee, ik denk... meter 30. Meter 45. 76 centimeter. Oh. Dat is weinig, hè? Kunnen dat, mode daar ook in trischen? Ja, maar kunnen daar ook in trischen? Dat je eigenlijk gelijk een voetbalveld, dus een coaches die zeggen van ik wil het veld kleiner, ik wil het veld groter. Of zijn dat echt bepaalde, zijn dat gewoon standaard afmetingen? Nee, dat zijn wel standaard afmetingen. Wat er wel verschilt bij sommige tafels is de dikte van het blad. De dikte van het blad gaat dan sneller 28, of trager? Ja, als je dikker gaat, dan gaat het inderdaad sneller. Sneller, hè? Ja. Ja. Je hebt er 28, je hebt er ook van 32 millimeter. En dat voelde ook wel heel erg te verschil. Is zo de shake hand grip of de pen, hoe heet het ook alweer? De penhouder. Penhouder grip. Ja. Is dat als je speelt tegen iemand die met een soort van V, kent het wel, hè? De iets ongebruikelijker Aziatische de variant. Penhouder, ja. Ja, is dat de penhouder? Dat is de penhouder. Oké. Okay. Ja. Dus dat is dat je palet eigenlijk naar beneden hangt. Hè? Waar is het moeilijkste om te lezen? Om te lezen als wat tegenstander? Of... Ja. Ik denk, ja. Ik denk dat ze al twee heel moeilijk zijn om te lezen. Ik denk dat... ongeveer op, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Hè. Dus ze doen eigenlijk dezelfde slagen, maar ze hebben natuurlijk een iets andere techniek, een iets andere greep natuurlijk. En ik denk, om het echt te lezen, misschien dat de penhouder iets moeilijker is om te lezen. Ja. Heb je een bepaald idool zo in de tafeltenniswereld? Ja, ja, zeker. Zeker. En dat is? Dat is voor mij... Vroeger was het altijd Chen Qi. Ja. Chinees ook. Ja. Ja, ontmoet? Ja, zeker. Maten op Instagram? Nee. Is dat niet geblokkeerd ook in China? Zeker als je rubber meepakt. Ja. En nu? Nu, ik denk nog altijd sowieso. Maar ik denk nu van de spelers die nu spelen, denk ik ook van Zhengdong. Ja. Die dat voor mij echt wel. Ja, Van je broer. Ook natuurlijk, ja. Lares, maar dat weet hem goed genoeg. Waar kunnen we het WK volgen? Dan moeten we niet te veel herhalen. Ja. Waar kunnen we het volgen, het WK? Je kunt het volgen op de site van de WTT. Ja. Dus dat is WTT. Dat is worldtabletennis.com. Ja. En daarop kun je dan alle resultaten volgen van het WK. En waar mogen we toch nog van dromen? Welke plek? Ja, ik ga een beetje... goede hoop houden en ik ga zeggen, we gaan voor top 10, laat ons zeggen. Allee. Dus geen medaille? Dat is buitenaards? Het is niet buitenaards, maar dan moet het wel echt goed meevallen. Chinese rubber. Inderdaad, rubber zo die hadden dan geen probleem. Ja. Dat was geen probleem geweest, maar spijtig. Misschien moet jij de Cheng, hoe heet die? Chengki? Chengki, ja. Kan je die niet bellen? Ja, ik zal hem misschien bellen. Die vindt jou misschien wel een leuke kerel. Dat je denkt van, of de file, als we het toch over bellen, de file die je kan dat ook regelen, van het Koningshuis import. Ja. Onze tijd zit er al bijna op, jongens. Maar ik heb toch nog een vraag over het mentale aspect. Hè? Want ik denk van, technisch, de leek zou denken... de techniek beheersen, dat lukt tot op zekere hoogte wel. Mentaal, hè, in defensieve gedrongen worden. Altijd maar moeten blokken, ballen moeten redden. Wanneer ga je in het offensief, zeker met matchpunt of setpunt tegen. Doe eens het verschil. Mentaal en de techniek, de verhouding. Ik denk dat dat zeker 50-50 is. Nou, voilà, dat dacht ik dus. Zeker, ja. Dat is, je zet niks met je techniek eigenlijk als je mentaal niet op punt staat of te nerveus bent of dingen, want dan gaat je techniek ook gewoon helemaal verloren. Mentaal is een heel groot aspect in tafeltennis. Omdat je natuurlijk op zo'n kleine afstand speelt, dus elk klein foutje dat je doet, is direct buiten of dingen. De Chinezen, die schrijven we op als winnaar, dat is gewoon... Ik denk dat zij wel de topfavoriet sowieso zijn. Crystal clear, sowieso. Ja, sowieso in sport is natuurlijk altijd een beetje... Moeilijk om te zeggen sowieso, maar toch een 95% zeker, als het niet meer is. Ja. Ja. Het is Barcelona tegen... Ja. Leganés. Noem eens iemand. Ja. Oostmal, ja. Hebben die een club? Ja, dat is wel, wellicht, hè. Ja. Ik ken de Swiss, ja, natuurlijk. Jij natuurlijk hebben een voetbalclub. Ja. Tuurlijk. Ah, ja, tuurlijk. Voilà. Ja. Outsider. Zweden misschien? Duitsland? Dan denk ik aan Zweden, Frankrijk ook. Zweden heeft Truls Morgaard als jong talent, maar er zijn ook twee broers van Frankrijk, de broers Lebrun.
zijn ook ongelooflijk goed aan het spelen. We hebben ook de laatste tijd heel veel toppers geklopt. Ja. Dus zij kunnen misschien ook iets betekenen in het Europese, taftenis en misschien nu in het WK. Podiumplek? Mogelijk. Ja, want je zou denken dat al die rond China liggen er nog x aantal buurlanden die ook een aardig balkje kunnen kloppen. Hè? Die zijn mee, zo in de subtop. Ja, die zijn, ja, inderdaad. Ja, Noord-Korea. 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 Ja, die denk Zuid-Korea, Japan, Taiwan ook. Ja. Zijn allemaal goede spelers natuurlijk, maar die zijn niet onkloopbaar. Nee. Door Zweden of door Frankrijk misschien. Ja. En normaal gezien eigenlijk als Duitsland met een volledige ploeg zou geweest zijn, zou die ook eigenlijk sowieso een goede kans hebben voor een medaille. Maar goed, die zijn verzwakt. Dat zou ons te ver leiden. België, waar kunnen we van dromen? Ja, ik denk als we top 10 halen, denk ik dat het, dat het wel. En slechtste geval? Slechtste geval, daar wil ik niet over denken. Nee. Top 10 moet het kunnen. Het zou ook veel afhangen van de loting natuurlijk. Ja. Hè. Het is maar in de tafeltennis, wat we onthouden ook, maar is gewoon, jij was top 100 en je hebt ooit iemand top 10 geklopt. Ja. Dus er is veel mogelijk. Ja, sowieso. Er is heel veel mogelijk. Nu, het is wel een team event. Ja. Dus iedereen moet natuurlijk wel op de juiste moment goed zijn. Ja. Maar het is mogelijk, zeker en vast. Ja. Oké. Ik ga het WK keihard volgen. Ja, ik moet zeggen dat ik het een ongelooflijk leuke aflevering vond. Ik stond deze morgen op en ik dacht van, het gaat over tafeltennis. Ja, wat gaat dat worden? Maar ik vond het ongelooflijk. Ik wil eigenlijk nog eens. Ja, ik wil nog eens. Ik vond het leuk. En ik ga zeker eens mee naar Duitsland. Ik wil dat gewoon eens beleven. Ja. Goed, Melle. Het was plezant. That's all we have time for. Bedankt, Rodrigo. Dank je wel. Bedankt, Robin de Vos. Wij zijn jouw twee allergrootste fans vanaf nu. We blijven het volgen. Geweldig interessant. En ik hoop, moeten we gewoon nog eens doen. Hè. En hoe heet de clubnummer? Jullie. Voilà, de ultrasnelle post. Graag tot de volgende keer. Unibet Clubhouse. Bye bye.